Jaap Taal en zijn vrouw Astrid Joosten reisden graag samen. 8,5 jaar waren ze bij elkaar en in die tijd bezochten ze samen veel plekken op aarde. Tijdens de vakantie in Oeganda bezochten ze een grot met tienduizenden vleermuizen. Dit zijn opnamen van dat bezoek. Wat is daar precies in die grot gebeurd? Maar in wezen is er niks gebeurd. En de theorie is op dit moment eigenlijk dat ze besmet is geraakt door ontlasting van een vleermuis die aan de schoen moet hebben gezeten. En bij het uittrekken van de schoen moet ze zichzelf besmet hebben. Het ging allemaal heel snel. Een week nadat ze ziek was geworden, werd ze in coma gebracht omdat ze zoveel pijn had. Astrid kwam er niet meer uit. Ze werd 41 jaar. Vlak ervoor had Jaap afscheid genomen. Zo heb je een gezonde vrouw en zo moet je afscheid nemen. Het enige wat je op dit moment kunt zeggen is dat het botte pech was wat er gebeurd is. Maar dat is geen beschrijving voor het moment van het afscheid nemen. Tijdens de vakantie in Oeganda bezocht het echtpaar een school voor weeskinderen. Ze wilden zich voor de school gaan inzetten. En dat doet Jaap nu met een site en met de stichting Astrid Oeganda Foundation. Het klinkt wat ordinair misschien, maar inderdaad, we willen graag via deze site en via de publiciteit zoveel mogelijk geld ophalen. Wil je er meer over weten? Kijk dan op onze site www.omroepbrabant.nl.